Dames en heren, van harte welkom bij Holland Poker. We gaan eens nieuws beginnen. We gaan een serie heel interessante filmpjes maken over poker in het algemeen, toernooipoker in het bijzonder. En belangrijker, we gaan een lieftallige dame gaan we opleiden tot een succesvolle toernooiprof. Ja. Die lieftallige dame zit naast me. Ik ben Ancilla, je kent mij misschien van Nachtegiel, waar ik 2 jaar lang de sidekick van Giel Belen was. En mijn columns in de FHM. Ik ben met poker in aanraking gekomen eigenlijk via de film waar ik in speel. Nou kan ik zelf echt voor geen meter pokeren, maar mijn interesse is wel gewekt om dat te leren. En dan ben ik bij jou bij de goede persoon, heb ik begrepen. De komende 10, 12, 15, weet ik veel hoeveel weken, gaan we allemaal leuke filmpjes opnemen. We beginnen bij heel eenvoudig, bij de no headache tactiek. Mensen die mijn werken kennen, die hebben er wel eens kennis van genomen. Die tactiek waar je zonder hoofdpijn toch succesvol kan zijn, die tactiek gaan we in het komende filmpje doen. Daarna gaan we stap voor stap ietsje meer de diepte in. We beginnen natuurlijk bij de verschillende fasen waarin het toernooi zich bevindt en hoe dat van invloed is op de beste strategie. We gaan in hoe je op de bubbel moet spelen, al dat soort hopelijk interessante dingen. We gaan natuurlijk heel erg in op hoe je in positie moet spelen en hoe je uit positie moet voorkomen dat je in de problemen komt. Al die dingen gaan we tot in de diepte behandelen. Maar goed, we gaan ook hopelijk een beetje plezier maken en we gaan samen spelen. Want bij de Twente Classics hebben we net besloten dat jij en ik het team-event gaan spelen. Ja. Dat wil zeggen dat ik het Pot Limit Oma gedeelte voor mijn rekening neem en jij gaat het No Limit Hold'em gedeelte voor je rekening nemen. Volgende keer filmpjes, we gaan plezier maken, we gaan pret maken en we hopen in de tussentijd ook nog veel te kunnen leren aan jullie. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer. Doei! Doei! Maar Rolf, serieus, ik kan natuurlijk voor geen meter pokeren. Waarom ben ik hier? Even serieus. Ja, wie de waarheid weet of wie het politiek correct antwoord. Ik heb wel een vermoeden waarom ik ben uitgekozen, maar... De waarheid is dit. We zochten iemand die gewoon echt een mooi gezicht kon zijn, maar tegelijkertijd zochten we iemand die ook een beetje hier kopie had. En er zijn misschien niet veel mensen die dat in jou zien, dat geef ik je wel. Maar ik denk dat er genoeg zit en dat je sluw genoeg bent, geïnteresseerd genoeg bent om dit echt een succes te maken. En dat was de reden waarom we je aangenomen. Niks van waar, nou. Echt het aangelul. Nee hoor, dat is echt waar. Ik vind je een stuk minder aardig gelijk, Rolf. Het worden mooie tijden, geloof me. Nou. Ancilla en Rolf, vorige week had je mij al iets verteld over de no headache tactiek. Kun je mij daar iets meer over vertellen? Ja, kijk, het zal duidelijk zijn als je een relatief beginnend speler bent, dan moet je andere tactieken gebruiken dan als je wat meer gearriveerd speler bent. No headache tactiek is heel simpel gebaseerd op het niet in de problemen laten raken van jou, zeg maar, als beginnend speler of u misschien als beginnend speler thuis. Heel simpel is het eigenlijk, je wil zo min mogelijk problemen opzoeken. En daardoor selecteer je alleen die handjes waarvan je zeker weet dat als je op de flop gehit hebt, dat je ook gewoon voor je hele stack kan spelen. En door het gebruiken van uniforme bedpatronen. Dat gaan we stap voor stap uitleggen straks allemaal. Wat zijn precies uniforme bedpatronen? Dat wil zeggen dat je voor de flop eigenlijk altijd de gelijke racers maakt. Dus niet dat je als je de ene hand hebt, net een andere grote race maakt dan als je een ander soort hand hebt. Ik ga het uitleggen met een voorbeeld. Stel, je hebt aasvrouw of zoet, aardige hand. Heel veel beginnende spelers zullen denken, nou, dit is een aardige hand, daar moet ik mee verhogen. Wat doen ze dan? Nou, dan maken ze een beetje bijvoorbeeld van 3 big blinds ermee. Op zich helemaal niks mis mee. Maar er is wel wat mis mee als diezelfde speler met 2 azen
besluit een grotere race te maken. En heel veel beginnende spelers die doen dat juist. Die zeggen met de twee azen moet ik 4 big blinds maken of 5 big blinds. Maar met een wat zwakkere hand maak ik er maar 3. Rolf, welke handen kan ik nou wel en niet spelen als beginnend pokerspeler? Oké, in die beginfase heel simpel. Je speelt kleine paardjes, die probeer je dus vaak ook te limpen. Ik stel eigenlijk voor altijd racen, maar met kleine paardjes kan je wel eens een uitzondering maken. Dat je die limpt simpelweg om een setje te hitten. Of hele grote kaarten, bijvoorbeeld aas koning, aas vrouw, heel misschien aas boer, maar dat is al een beetje twijfelachtig. Dus alleen hele grote kaarten en paardjes en voor de rest niks. Oké, dus als ik het goed begrijp... Kleine opvolgende kaarten, zoals schoppen 4-5, is not done. Zit je me nou gewoon hier af te zeiken? Ik word gewoon afgesteken in mijn eigen programma. Wat is dat nou zeg? Ja, inderdaad. Die kaarten, zeker in de beginfase van een carrière, hou je verre van dat soort kaarten. Want ze kunnen je altijd in de problemen brengen. Je weet nooit precies waar je aan toe bent. Flop je een flush draw, dan is het altijd een kleine flush draw. Flop je een paardje, dan is het altijd net niet genoeg. Jeetje, Rolf, dat was ontzettend veel om te onthouden voor een eerste keer. Kun je me nog even wat vuistregels geven? Ja, vuistregels. Heel simpel. Beginfase van het toernooi, je race altijd dezelfde hoeveelheid. 4 big blinds. Middenfase van het toernooi, je doet altijd hetzelfde, altijd 3 big blinds. Eindfase van het toernooi, als het geld wat meer shallow wordt, zoals we dat noemen. Eindfase van het toernooi speel je altijd 2 of 2,5 big blind. Heel simpel. Na de flop, je zegt maar je hebt gereced voor de flop. Na de flop zet je in altijd hetzelfde. Altijd, mijn voorkeur, half pot. Dus je zet niet vol pot, je zet niet driekwart pot, niet alles ertussenin. Zet gewoon elke flop die je zet, half pot. Wijk niet af door wat er op het bord ligt. Wijk er niet af door wat je in je handen hebt. Maar zorg dat je eigenlijk als een soort robot speelt. Voor de flop hetzelfde, op de flop hetzelfde. Ik begin het te begrijpen. Waar gaan we het volgende les over hebben? Volgende les gaan we 2 dingen behandelen. Heel simpel, we gaan het hebben over payout structures. En we gaan het hebben over spelstijlen. Moet vrij interessant zijn, lijkt me zo. Ja, ik heb er zin in. Tot de volgende keer. Maar Nicky Roeg is zeg maar een vrij bekend pokerspeler, begrijp ik van die forums. Die altijd juist een aas klein speelt. Terwijl je net tegen mij hebt lopen vertellen dat ik dat juist niet moet doen. Ja, maar een beetje strikt tussen jou en mij. Nicky Roeg heeft als bijnaam Nicky Vroeg. En het is geen goede bijnaam. Want dat betekent dat hij altijd snel uit het toernooi ligt. En dat is niet een bijnaam die je wil hebben. Nee. En weet je waarom hij steeds uit het toernooi ligt? Omdat hij steeds die kut baggerkaartjes speelt. Dus niet die baggerkaartjes spelen. Want Nicky Vroeg, dat willen we niet zijn. Toch? Ja. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Geen ja. Nicky Vroeg, gewoon lekker hoge kaarten. Simpel. Oké. Dat ik tijd aggressief moet spelen. Maar daaruit maak ik op dat er ook heel veel andere manieren zijn om te spelen. Ja, weet je wat het wonderlijk is? Eigenlijk worden de toernooien die worden niet gewonnen door tijd aggressief spelers. Tijd aggressief spelers winnen bijna nooit toernooien. En toch zeg ik, in de beginfase van carrière moet je tijd aggressief spelen. Welke spelers winnen wel toernooien? Dat zijn bijna altijd de maniakken. De gasten die als een gekke hun geld erin gooien. Of de goede spelers, maar die zeer agressief tekeer gaan. Die van de 10 handjes 5-6 raids aan binnenkomen. En die de hele tijd een move en groover zijn. En de hele tijd maar potjes pikken. Om dan die ene hele grote pot te spelen waar ze alle chips krijgen. Eigenlijk zijn dat de winnende speelstijlen. En toch ga ik jou proberen een andere speelstijl aan te leren. Waarom? De beginfase van je carrière moet je uitgaan van een solide basis. Solide basis betekent tijd. Tijd betekent weinig handjes spelen. Maar aggressive betekent de weinige handen die je speelt, die speel je agressief uit. Dat wil zeggen dat je niet passief meeloopt, iemand anders hebt gezet en jij zegt alleen maar, oh cool. Nee, als je wat doet, je neemt actie, jij wil de pot veroveren door te betten of te racen. Dat betekent het agressieve gedeelte, maar het tijdgedeelte betekent dat je weinig handjes gaat spelen. Oké, dus heel veel folden en als ik meega in de pot, dan heel veel betten en racen. Ja, correct.
Tenminste, heel veel in die zin dat als je het doet, dat je het ook inderdaad dan verhoogt. Ja. Betekent niet per se dat je grotere inzetten hoeft te maken. Het betekent wel dat als je meedoet in de hand, dat je zorgt dat je agressief bent. Nou had ik wat gehoord over payout structures, maar ik begrijp echt al helemaal niet wat dat dan is. Oké. Payout structures, heel simpel, is uitbetaling. De wijze van uitbetaling van het toernooi. Binnenkort speel jij Late Night Stars of Poker. Zitten 6 mensen aan tafel, is maar 1 winnaar. Wat betekent dat voor jouw tactiek? Dat betekent dat er maar 1 plek is die telt. De eerste plek. Het maakt geen fuck uit voor jou en voor wie dan ook. Of je daar 3 minuten zit, of je zit daar 10 minuten, of je zit daar een half uur. Of je nou 4e wordt, je wordt 2e of je wordt 6e. Maakt allemaal geen fuck uit, want het telt maar om 1 plaats, de eerste plek. The winner takes all, precies. Eigenlijk. En in zo'n toernooi ga je meer risico nemen. Maar er zijn ook heel veel toernooien, en dat zijn de meeste toernooien die we gaan spelen, daar zijn gewoon veel meer mensen die uitbetaald krijgen. Eigenlijk altijd 10% van het veld van een toernooi die krijgt uitbetaald. Zelden doen 150 mensen mee, nou zijn meestal 15 plekken zijn betaald. In dat geval speel je eigenlijk nog steeds wel voor de winst, maar is een soort tussenstap. Namelijk in het geld komen is ook wel een optie, want daarmee krijg je een stuk meer geld dan je hebt ingelegd. Betekent, je speelt er nu natuurlijk nog altijd voor de winst, maar je houdt rekening met het feit van dat alleen al in het geld komen, dat het ook al een, nou ja, zeggen, een redelijke score is. Dat is best wel veel om te onthouden allemaal voor de eerste keer. Kun je me nog even de vuistregels meegeven? Oké, heel simpel. Spelstijl. Winnende spelstijl voor de meeste toernooispelers is eigenlijk lose aggressive, als gekke tekeer gaat. Maar ik adviseer jou en ik adviseer de mensen thuis te beginnen met tight aggressive, omdat dat de beste manier is om het op te bouwen. Uniforme bets en races, nou, daar hebben we het vaak genoeg over gehad. En met payout structure, heel belangrijk, is er een winner takes all dat je moet spelen voor de eerste plek. Of worden er meer mensen uitbetaald, wat betekent dat je misschien ietsje minder risico moet nemen. Ik begrijp het. Waar gaan we het volgende keer over hebben? Volgende keer gaan we het hebben over de verschillende fasen van het toernooi. Beginfase, middenfase, eindfase en hoe je tactiek daarop moet aanpassen. Leuk! Tot de volgende keer. Nou, volgens mij ben ik best wel goed op weg. Ik begin het een beetje te begrijpen. Denk je nou dat ik binnenkort zo goed ben als Faya Laurens? Nou. Ik kan het niet over zijn lippen krijgen. Nee. Verhalen de ronde over hoe bepaalde goede spelers spelen. Nou hoorde ik laatst een verhaal over iemand die in de World Series gewoon vanaf het begin elke keer bij elke hand al in ging. Nou is het natuurlijk best wel vreemd, maar er zal vast wel een bepaalde tactiek achter zitten. Wat dacht jij? Dacht je toen je het hoorde van dat is een goede speler of dacht je van dat is niet zo'n goede speler? Ik denk, nou ik zal het wel niet begrijpen, maar ik zou dat nooit doen natuurlijk. Weet je wat het was? Eigenlijk had die speler die had er wel over nagedacht. Die jongen die dacht van, ik ga van het eerste moment ga ik knallen. Ik ga proberen een grote stack te vergaren. Ik wil geen moeilijke dingen doen met flop spelen en zo. Ik wil vanaf het begin van gaan knallen. Op zich was dat niet eens zo heel slecht gedacht. Alleen de ene denkfout die speler daarbij beging was dit. Beginfase van het toernooi heb je een vrij grote stack. Kijk, dit is je stack. Maar de blinds die zijn erg laag. Dit is de blind. Betekent dat als je iedere hand all-in gaat, dan riskeer je heel veel om eigenlijk heel weinig te winnen. En dat betekent dat als je tegenstanders een beetje de juiste aanpassingen maken, en dat doen ze natuurlijk, die wachten je gewoon op. Betekent, 9 keer op rij win je dat ene chippy. Zo, weet je, hop, chippy erbij. Maar de 10e keer dat je gecalled wordt, ja, dan verlies je in 8 of 9 van de 10 gevallen, verlies je gewoon je hele stack. Maar dat is dus in het begin. Later in het toernooi moet je blijkbaar anders gaan spelen. Ja, kijk, als je langzaam naar de middenfase toe gaat, dan zijn de blinden die worden langzamerhand wat hoger. Betekent, dan zit je, dat is een soort tussenfase. Je bent niet meer de beginfase waarin je alle ruimte had om te spelen, om nog dingen te doen. Maar je bent ook nog niet in de eindfase waarin het gewoon knallen is. Nee, je zit er een beetje tussenin.
Het beste wat je dan kan doen, is gewoon een beetje via je standaard bets en racers gewoon proberen je stack langzaam op te bouwen totdat je eigenlijk bij de bubbel komt. Maar dan is er natuurlijk ook nog het einde van het toernooi. Dat vereist dan weer een hele andere techniek? Ja, de eindfase van het toernooi is eigenlijk bijna zonder uitzondering een beetje een push-of-fold tactiek. In de Holland Casino toernooien bijvoorbeeld, daar is bijna altijd in de eindfase, dan zijn de blinden zo hoog dat in je stack, de gemiddelde stack is misschien nog maar 10, 15 of 18 big blinds. Betekent, je kan niet veel meer doen. Je kan niet kleine potjes spelen. Je kan niet een klein beetje potje pikken. Je kan niet een flopje afwachten. Het is echt van, als je speelt, ja, dan speel je ook maar voor je hele stack. Dat is niet veel tactiek. Je pompt het er gewoon in. En dan hoop je dat iedereen weggooit in de meeste gevallen. En als je gecalled wordt, nou ja, dan is het vrouwen fortuna. Dan moet je maar hopen dat je de hand vindt. Oké, dus als ik het goed begrijp, op het einde van het toernooi moet ik of all-in of folden. Ja, eigenlijk een vuistregel die ik altijd gebruik. Kom je onder de 10 of 12 big blinds met je stack. Sommigen gebruiken 10, sommigen gebruiken 12. Ik gebruik meestal 12. Is je stack 12 big blinds of minder? Wat doe je dan? Als je speelt, speel je voor je hele stack. Waar gaan we het volgende keer over hebben? Volgende keer gaan we het hebben over jou. Oh. Ja, want volgende keer gaan we eigenlijk tells bespreken. Wat dus zijn tells? Tells is lichaamstaal. De dingen die je lichaamstaal aan tafel kan weggeven. Waar je tegenstander een indicatie kan hebben of je sterk bent of zwak. Ik denk dat er voor jou, omdat je meisje bent, omdat je veel mannen anders spelen tegen vrouwen dan ze tegen mannen zouden doen, denk dat er voor jou heel veel ruimte is om je daarin te excelleren. En dat gaan we de volgende keer diepgaand analyseren. Nou, ik heb er zin in. Hey Rob, als ik nou tegen Lex Veldhuis in de hand zit en hij speelt een koning 4, hoe kan ik daar dan tegen ingaan? Nou, weet je, dat is wel moeilijk. Sommige gasten die zijn zeer actief, zeer agressief. Die spelen bijna any two kaarten. En ja, met al die dingen die ik je heb uitgelegd, is het wel allemaal mooi en aardig. Maar tegen die gasten is het lastig spelen, want die spelen bijna ieder hand. Die durven op de flop te zetten, die durven op de turn te zetten en ook nog op de river. Dus dat is echt lastig. Helemaal niet makkelijk. Dus de kern is vaak dat je tegen die gasten, dat je dan op een gegeven moment beslist van oké, als ik nu die call maak, ja, dan ga ik all the way, weet je. Dan call ik hem de hele tijd af. Dat heb ik ook wel 1 of 2 keer gedaan, ook wel met succes. En dat ik call ik hem af met een aanzoog. Maar ik heb het ook wel eens zonder succes gedaan. Dat ik hem 3 keer zit af te callen en dat hij gewoon een berenhand laat zien. Het is heel moeilijk, maar tegen die gasten moet je ervan uitgaan. Van de 10 keer hebben ze 7 of 8 keer, hebben ze gewoon niet zoveel. Ja. Dus dan moet je maar denken van nou fuck, gaat mijn toernooi leven eraan. Maar ik ga niet over me heen laten lopen. Oké. Weer een politiek correct antwoord. Maar sowieso. Maar dan ga je ze nou eens afzeiken. Nee. Ik laat me niet voor het karretje spannen. Ik doe het niet. Ik zie jou heel vaak op tv, zie ik jou bij zo'n toernooi zitten, echt als een halve gare, met een bril op en een mutsje en nog een koptelefoon en er is ontzettend veel gaande. Ik vind je niet mooi. Ik vind je zo echt een stuk leuker. Waarom zit je er als een halve idioot bij op zo'n toernooi? Ja, dat is toch niet een hele fijne omschrijving. Ik moet eerlijk zeggen, ik had liever het iets anders gehad. Maar ja, goed, inderdaad, ik probeer eigenlijk alles wat ik heb te verbergen, dus zeg maar mijn hoofd helemaal in te pakken, mijn ogen natuurlijk. En waarom de ogen? Nou, weet je waarschijnlijk wel, op het moment dat je iets ziet wat je bevalt, is de kans heel groot dat je pupillen natuurlijk verwijden. Dus als je tegenstanders kunnen zien van dat je, al is het maar een fractie, dat je iets wijder, nou ja, of iets lichter, weet je, het licht ook iets op. Nou ja, dat is gewoon een teken van, you like what you see, nou, en dat wil je natuurlijk verbergen. Andere dingen die je ook wil verbergen, niet omdat ze niet mooi zijn, maar kijk, ze zijn wel best mooi, toch? Nee. Je hebt hele mooie oren. Dankjewel. Maar ja, die moet je ook verbergen, omdat als er namelijk de spanning hoger wordt, achterrand van je oren, heel vaak worden die een beetje rood. Is een teken van verhoogde spanning, betekent, als je rode oortjes hebt, is het bijna altijd een teken van iemand die zich niet heel zeker voelt en verhoogde spanning. Waarom ga je niet gewoon in een burka? Burka, mooi.
ik zou het graag willen, maar dan heb je alsnog dat reepje. Kijk, dan zou ik, nee, ik zou serieus, ik zou gaan in een boerka, maar dan alsnog met die bril zo over die boerka. Helaas. Een gewone speler zou er nog wel mee wegkomen, denk ik. Maar als ik ga zitten met een boerka, ik denk dat het Hollands casino komt en die zegt, Rolf, ga jij maar een keertje weg. Oké. Als ik het goed begrijp, komt er dus ook een heel stuk acteren kijken bij het pokeren. Ja, stel je nou voor, jij en ik zitten in een potje. Ja. Hè? Wij spelen een hand en jij bent aan de beurt en jij gaat naar je fiches, want jij wil gaan inzetten. Jij bent eerst, ja, voordat je dat gedaan hebt, zeg maar, je houdt de fiches gewoon een beetje vast, je zit een beetje klaar om in te zetten. En ik zit erna, ik ben nog niet aan de beurt, jij bent aan de beurt. Heel vaak zal je zien dat als jij doet alsof je wil gaan inzetten, dan kom ik er al aan en dan ga ik al doen alsof ik meega, alsof ik me niet kan beheersen. Dat slaat natuurlijk nergens op. Als ik echt wil dat jij gaat inzetten, dan ga ik niet proberen te voorkomen dat jij gaat inzetten. Dus als je dat ziet aan tafel, is dat bijna altijd een teken dat jouw tegenstander niet wil dat jij gaat inzetten. En wat betekent dat? Dus dat jij de beste hand hebt. Betekent voor jou, als jij in zo'n situatie zit, jij grijpt naar je fiches en je wil gaan inzetten en je tegenstander, zo'n stoere man, die komt er al aan en die gaat al zitten alsof hij zeker met jou meegaat. Wat is dat een indicatie voor jou? Dan denk je van, die kerel die wil dat ik niet inzet, dus zet ik juist wel in omdat ik denk dat ik de beste hand heb. Ja, jij zet in en natuurlijk, wat doe ik? Ik volg mijn hand, zo, hoep. En je hebt de pot gewonnen. Maar hoe jij speelt, dat interesseert mij weinig. Ik wil gewoon. Dankjewel. Jij bent een ervaren speler, maar ik begin net. Dus bij mij komt het heel anders over natuurlijk. Hoe kan ik nou het beste acteren in poker? Het beste voor jou is zo min mogelijk acteren. Dus eigenlijk je gezicht te verbergen achter die bril, achter die muts, wat dan ook. Zoveel mogelijk alles wat je lichaam kan prijsgeven, dat je dat verbergt. Maar met de inzetten, juist zorgen dat je alles hetzelfde doet. Dus niet wat ik net aangaf, als je zwak bent, hard inzetten. Of als je sterk bent, juist heel voorzichtig inzetten. Nee, probeer eigenlijk altijd alles hetzelfde te doen. Chris Ferguson is een van de beste voorbeelden daarvan. Die heeft bestudeerd dat als hij inzet, dat hij altijd hetzelfde doet. Hij neemt altijd evenveel tijd voor zijn beslissing. En hij probeert het ook altijd op dezelfde manier. Dus dan zit hij zo te kijken, hop, hop, en dan hop, komt de inzet. Altijd binnen dezelfde tijdspannen en op precies dezelfde manier. Die man die zit dat voor de spiegel, zit dat te bestuderen van zo moet ik dat doen en elke keer hetzelfde. Nou, ik kan niet van jou verwachten dat jij voor de spiegel gaat zitten en het helemaal al tot in de treuren zoals Chris Ferguson dat doet. Maar probeer het wel altijd op dezelfde manier en aan dezelfde periode. Dus heel gelijkmatig betten, racen en eigenlijk heel erg onder controle houden wat ik doe en hoe snel ik het doe. Precies. Voor jou in deze fase van je carrière is het meer belangrijk dat je niks weggeeft dan dat je bij de tegenstanders al informatie weghaalt. Dat kunnen we nog niet van je verlangen in dit begin. Dat is eigenlijk de volgende stap. Nou, duidelijk verhaal. Als ik nou tegen een man speel die mij de hele tijd drankjes aan het aanbieden is, heeft hij te veel geld? Dan heeft hij te veel geld, ja. Is dat het? Ja. Ik dacht dat hij me dronken mag voeren. Zou ook kunnen, maar ik denk dat het is. Heb je dat niet meegemaakt in Oostenrijk? Ja, daar kwamen alle mannen ook mij drankjes geven. Als je dat soort bedoelt. Ja, wat moet ik daar nou op zeggen? Ik zou er gewoon over zwijgen. Ik denk dat het geen moer met jou te maken heeft. Misschien is het gewoon iemand die graag drankjes uitdeelt. Misschien denken ze, ach, dat blonde meisje, we geven dan. Pik het allemaal geen stuk uit. Ik zie er ook heel dorstig uit, denk ik. Dat zou het zijn. Gewoon. Maar goed, in de meeste gevallen, er is een correlatie tussen het aangeboden krijgen van drankjes en het niet kunnen kaarten. Dus hoe meer drankjes je krijgt aangeboden, des te slechter zij denken dat jij kaart. Okay. Dus dat is wel, zegt ook misschien wel wat over mij. Over die Oostenrijkse periode. Ja. Drankjes. Wat? Geen alcohol bij het pokeren? Nee. Doen we niet, hè? Geen alcohol. Geen rare dingen. Zeg je nee. Nee. Ik geloof er geen reet van. Als je nee zegt. Ik was het ook helemaal niet van plan. Geen alcohol in het pokeren. Doen we niet zo. Gewoon discipline blijven. Discipline. Duidelijk.
zover heb ik geleerd hoe ik hem het beste staande kan houden in een pokerspel. Rolf, leg me nou eens uit hoe ik juist iets agressiever kan spelen en iets meer edge kan krijgen op mijn tegenstander zonder echt een makkelammetje te zijn. Belangrijkste eigenlijk is ook het makkelijkste, namelijk betere handselectie. Betere handselectie kan je eigenlijk op twee manieren kan je dat goed toepassen. Eerste voorbeeld gaan we eigenlijk hier zien. Ja, jij hebt de aas koning. Ik ben de tegenstander met de aas boer. Nou, dit wordt de flop. Flop met een aas. 7 en een 3. Precies, is het eigenlijk heel eenvoudig. Jij hebt voor de flop heb je al de beste hand. Ik heb een aas boer die ik eigenlijk niet kan wegleggen. Terwijl ik moet weten, als jij in de hand zit, dat je gewoon beter hebt een aas boer of zoet. Maar goed, voor sommige mensen is twee plaatjes wegleggen zo ongelooflijk moeilijk. Ik zou beter moeten weten tegen jou, maar ik weet niet beter. Dus jij hebt gewoon aas koning, ik heb aas boer. Ik flop die toppaar en ik ga gewoon met mijn toppaar ga ik gewoon naar de Filistijnen. Dat betekent, jij gaat gewoon veel geld verdienen. Misschien wel meer geld dan je zou kunnen verwachten. Puur omdat ik mijn hand niet kan wegleggen. Dat is dus als ik een toppaar heb. Maar de kans dat ik een aas koning krijg, dat is wel erg klein. Wat nou als ik veel mindere kaarten heb dan mijn tegenstander? Nou ja, ook dat is eigenlijk vrij goed uit te buiten. We hadden net het voorbeeld van die tegenstander die heeft een aas boer. En die kan hij eigenlijk maar moeilijk wegleggen als hij een redelijke flop heeft. Dat is mooi, maar soms heeft een tegenstander ook een aas boer. En jij hebt er eigenlijk een veel mindere hand, maar toch kun je ervan gebruik maken. Gaan we laten zien hoe dat is. De vorige situatie, die aas boer tegen die aas koning, was een tegenstander die haar toppaar kon hem niet wegleggen. Maar in dit geval heeft diezelfde speler aas boer voor de flop. En jij gaat met die 8-7, wat eigenlijk niet zo'n hele goede kaart is, ga je hem gewoon isoleren. Hoe gaat het in de praktijk? Deze speler die callt bijvoorbeeld vanuit vroege positie met aas boer. Jij zit erachter met 8-7. Normaal gesproken doe jij geen rare dingen. Je zit alleen maar te wachten op goede kaartjes. Maar dit is een moment om daar gebruik van te maken. Jij verhoogt met die 8-7. Iedereen past. En die speler met die aas boer, net als net, die denkt, ik heb twee plaatjes. Twee plaatjes is toch mooi? Ik ga niet weg. Ik ga het flopje kijken. Kortom, hij speelt deze aas boer als een fit or fold play. Fit or fold betekent, hij gaat alleen maar door als hij inderdaad toppaar flopt of beter. Dus hij gaat door als hij een aas flopt, hij gaat door als hij een boer flopt, maar als hij dit flopt, gaat hij niet door. Dus dan na de flop gaat het heel simpel. Hij is aan de beurt, hij checkt, jij hebt gereraced voor de flop of geraced voor de flop. Jij zet met je 8-7, zet je simpelweg een continuation bet. Heel eenvoudig, hop, half pot of twee derde van de pot zet jij in. En wat doet hij met die aasboer? Die aasboer gooit hij zo, vloep. Groot die in de muk. Dit zijn dus de manieren waarop ik mijn voordeel kan halen uit een betere handselectie. Mm-hmm. Zijn er nog andere manieren waarop ik mijn voordeel kan doen? Ja, eigenlijk zijn er twee manieren. Eerste manier is simpelweg geduld. Mijn stokpaardje, door veel meer geduld te hebben dan je tegenstander, kan je eigenlijk jezelf al een beetje in de money vallen. Door simpelweg langer te wachten dan de meeste tegenstanders zouden doen. Door geen rare dingen te doen, je niet in vreemde situaties te brengen, kan je eigenlijk in heel veel gevallen al jezelf in het geld folden. Dat is de kritiek die ik altijd krijg van Adi Rolf, die is altijd alleen maar bezig met zichzelf in de money aan het folden. Dat is waar, het is een gedeelte van de zaak. Je hebt respect zeg maar, voor het weinige geld wat je kan verdienen als je in de money komt, want dat betekent al winst. Maar er is nog een ander punt, dus misschien minstens net zo belangrijk, en dat is extreme agressie. Dus dat je op het moment dat het erom gaat, dat je gigantisch agressief durft te spelen. Dus dat je veel meer chips erin durft te zetten met een kaart die het eigenlijk misschien niet helemaal waard is. Dus twee dingen eigenlijk. Geduld om in de money te komen, maar dan extreem agressief durft te spelen om niet alleen in de money te komen, maar om het toernooi te winnen. En daar gaat het natuurlijk om. Nou, ik als beginnende speler, ik weet niet hoe comfortabel ik me erbij voel om heel agressief te spelen zoals jij dat zou doen. Mm-hmm. Is ook waar. In deze fase van eigenlijk jouw ontwikkeling is het misschien een beetje te riskant om dat al te ver te gaan doorvoeren. Omdat je weet misschien ook nog niet precies het moment wanneer het nou wel moet en wanneer niet. Maar dat geeft ook niet. Eerst gaan we stap voor stap alle factoren behandelen die voor succesvol poker van belang zijn. En volgende week gaan we er al mee beginnen. Want wat gaan we dan behandelen? Dan gaan we het geloof ik hebben over positie. Dat lijkt me een fantastisch onderwerp voor de volgende keer. Tot de volgende keer. Rolf. Ja, doe nog eens één keer schoppetje. Ah, please. Nog één keer schoppetje. Nee, ik doe het niet. Ik ben er te oud voor. Ik kan het toch niet.
niet meer doen. Je hebt me toch gezien als een mogol sta ik over. Heel veel schoppetjes. Echt, al die huisvrouwtjes thuis, die denken die Rolf is niet goed op zijn hoofd. Ik wou het zo niet zeggen. Maar... Jij dacht het ook, hè? Je dacht dat je die spon niet helemaal. Hè? Doe maar niet meer. Marcella, heel veel mensen weten dat ik column schrijf en sommige lezers ook zelfs. Maar jij schrijft er ook een hele hoop. Ik ben een van je trouwe lezers. Oh, joh. En laatst kwam ik bij een mooie column terecht. Heel mooi inhoudelijk. Ging over positie. Had je er heel veel over te vertellen. Dat klopt. Ja, je wist daar veel van, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik heb mijn onderzoek gedaan. Oké, nou, inderdaad. Mijn onderzoek is nog een beetje achterwege gebleven, maar het was zeer interessant. Poker. Positie ook heel belangrijk. Okay. Super belangrijk zelfs, want het is een van de factoren die je tot een winnende speler maken. En naar positie, voor sommige mensen is het heel simpel, is het alleen die knop die daar ligt. De button, als je die hebt, ja, dan heb je de best mogelijke positie. Dat is ook inderdaad zo, is heel erg belangrijk, maar het is niet het enige belangrijke aspect. Oké, maar ik kan natuurlijk niet altijd op de button zitten. Dus hoe moet ik nou beslissingen maken als ik op een andere plek zit? Heel goede vraag. Kijk, het voordeel van de button is natuurlijk dat al die andere posities die beslissen voor jou. En op basis van de informatie die zij hebben weggegeven, kun jij je beslissing maken. Daar pak je je voordeel mee. Dat is het voordeel van positie. Maar zoals je correct aangeeft, ja, ik heb misschien maar één keer in de 8-9 handjes heb ik die button. En ik kan toch moeilijk altijd maar zitten passen al die andere handjes dat ik niet op de button zit. Uit positie moet ik dus zeer weinig spelen, maar... Het kan natuurlijk ook wel eens voorkomen dat ik hele goede kaarten heb die ik eigenlijk wel moet spelen. Mm-hmm. Hoe kan ik dan de schade beperken? Nou ja, in die situaties zeg ik eigenlijk heel simpel. Probeer uit positie tegen een race. Speel daar re-race of fold. Vooral als je in de blind zit en er is tegen jou geopend. Zeg in dat geval, als mijn hand goed genoeg is om te spelen, dan moet het goed genoeg zijn voor een 3-bet, voor een re-race dus. En als hij niet goed genoeg is voor een 3-bet, dan moet je hem gewoon wegleggen. Dat is niet eigenlijk de strategie die ik nog altijd toepas, want ik call vrij vaak in die situatie. Maar zeg maar de fase waarin jij zit als, nou ja, niet meer beginner, maar ook nog niet echt heel gevorderd, zeg maar een beetje ertussenin. Probeer te voorkomen dat je in de problemen kan komen daar. Eigenlijk maar één uitzondering. Een hand die je dus wel kan callen in die positie, is een klein pocketpaardje. Zeg een hand als bijvoorbeeld 2 vijfjes. Stel dat iemand anders heeft geraced, kan je die hand wel rustig callen. En na de flop valt hij eigenlijk vrij makkelijk te spelen. Ja, precies. Dat is ook eigenlijk de reden waarop je die hand dus dan wel daar kan spelen. Als het geld redelijk diep is, dan kan je met een klein pocketpaar kan je rustig die race callen. Zelfs uit positie, omdat je weet, je gaat na de flop eigenlijk alleen maar door als je een setje flopt. We noemen dat heel eenvoudig no set, no bet. Dat betekent dat als je je derde vijfje flopt, heb je bijna altijd genoeg om al je geld erin te keilen. Weet je, om naar de river te gaan. Maar als je niet je vijfje flopt, dan zeg je bijna altijd check and fold. Is een beetje weak tight. Het is niet de optimale toernooistrategie. Maar in de beginfase van je carrière is dat dé manier om je te verliezen te beperken als het een beetje moeilijk wordt. Juist. Nou, je weet heel veel te vertellen over de positie, maar volgens mij weet ik er nog steeds meer over. Hey, maar als ik aan de pokertafel zit, hè, dan voel ik best wel al die blikken. En voel ik me als vrouw zijnde best wel een beetje, zeg maar, bekeken en in de maling genomen. Hoe kan ik ze nou echt vet te kijken zetten? Vet te kijken zetten? Nee, dat zou ik niet weten. Ik zou ze niet te kijken zetten, maar je moet er gebruik van maken. Kijk, je zit aan tafel en er zitten 7, 8 van die knakkers die zitten maar naar één ding te kijken. Niet naar hun kaarten, maar die kijken echt naar andere dingen. Nou, dan is het toch alleen maar goed dat je daar een beetje gebruik van maakt. Kijk, niet te veel, want het moet niet plat worden, het moet niet ordinair worden. Maar als die mannen zo dom zijn om zich te laten afleiden door wat jij te bieden hebt,
Nou, is toch alleen maar goed. Sorry hoor, maar nu moet het echt uit. Ik kom nee, dat gaat echt niet. Nu wordt echt niet eruit geknipt hoor. Ja, kijk, nu wordt er echt wel uitgeknipt. Ik zie eindelijk iemand die zit te blozen. Nou, dat wordt echt niet eruit geknipt hoor. Dat is echt... No way, wat je te bieden hebt. No way, met chips is dat wat ik te bieden heb, jongen.